Mevrouw de voorzitter, gisteren heb ik hier een uitgebreid verhaal gehouden over de onderliggende problematiek in de Nederlandse politiek en hoe het anders kan en moet. FVD is de partij van de liefde en wij staan erop dat het nee van Nederland gerespecteerd wordt. Ons land, als zij nee zegt, bedoelt zij nee. Nee bij referenda over de Europese Unie, nee bij discussies over immigratie, nee over steeds grotere bureaucratie. Helaas, al die zaken die zij niet wilde en niet wil, gebeurden toch en blijven gebeuren. Heel Nederland kan MeToo zeggen na wat het partijkartel ons allen heeft aangedaan. Dus we weten wat we niet willen. Om concrete uiting te geven aan wat we dan wel willen, dien ik vandaag 10 moties in met concrete voorstellen hoe het anders kan. Motie 1, 2 en 3 gaan over kartelbestrijding en verbetering van de democratie. Motie 4, 5 en 6 gaan over immigratie en asiel. Motie 7 gaat over sanering van de NPO. Motie 8 gaat over de zorgpremies. Motie 9 over de dividendbelasting en het steunen van het MKB. En motie 10 gaat over het structureel vergroten van de innovatiekracht van ons land. Motie 1. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de kiesraad op 1 november 2017 heeft geconstateerd dat er 384.126 geldige verzoeken voor het houden van een referendum over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, beter bekend als de sleepwet, zijn ingediend en dat er binnen 6 maanden een referendum dient te worden gehouden, overwegende dat artikel 11 van de wet raadgevend referendum luidt: indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet. Constaterende dat de minister-president na de uitkomst van het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne deze beslissing eindeloos traineerde en een onnavolgbare interpretatie had van de woorden zo spoedig mogelijk, roept de regering op: indien het referendum over de WIV leidt tot een geldige uitspraak tot afwijzing, om binnen 2 weken na de uitslag van het referendum een intrekkingswet in te dienen. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat in de demissionaire nadagen van het kabinet Rutte 2 bewindslieden overstapten of thans voornemens zijn over te stappen naar publieke en of private topfuncties in gebieden waar zij als bewindspersonen zelf bij betrokken waren. Overwegende dat het onwenselijk is dat bewindslieden in een situatie met conflicterende belangen worden gebracht waar hun eigen carrièrebelangen kunnen conflicteren met het algemeen belang, roept de regering op om binnen 6 maanden met een voorstel te komen waarin een afkoelingsperiode voor bewindslieden van minimaal 2 jaar wordt voorgeschreven, gedurende welke periode de voormalig bewindspersoon geen functie kan vervullen of anderszins betrokken kan zijn bij organisaties of instanties in de publieke of private sector, voor zover die betrekking hebben op of in relatie staan tot het werkgebied waar hij of zij als bewindspersoon verantwoordelijk voor was. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Motie 3. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de wijze van stemmen in de Tweede Kamer sinds 1848 niet wezenlijk is veranderd en dat de huidige wijze van stemmen in de Tweede Kamer bijzonder onnavolgbaar en weinig transparant is voor de bevolking, roept het presidium op om binnen 6 maanden met een concreet plan te komen voor de aanschaf en installatie van een individueel digitaal stemsysteem en om de uitslagen van deze stemmingen vervolgens ook binnen 1 uur na de stemming online te publiceren en per individueel Kamerlid inzichtelijk te maken voor de bevolking. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Motie 4 gaat over immigratie en asiel. Gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in het Nederlands belang is om een gecontroleerd immigratiebeleid te voeren waarbij Nederland zelf bepaalt welke immigranten hier worden toegelaten en welke niet worden toegelaten op basis van nader vast te stellen objectieve criteria. Overwegende dat het VN-vluchtelingenverdrag van 1951 achterhaald is en Nederland in sterke mate belemmert in het voeren van een dergelijk immigratiebeleid. Overwegende dat ook het kabinet Rutte 3 in onderdeel 4.5 van het regeerakkoord 2017-2021 onderkent dat de aard en omvang van de wereldwijde asielmigratie in de afgelopen decennia drastisch is veranderd en dat het VN-vluchtelingenverdrag 1951 niet langer het juiste juridische kader vormt voor het asielbeleid van de toekomst en daarbij de wil uitspreekt te onderzoeken op welke wijze het verdrag bij de tijd moet worden gebracht. Constaterende dat de situatie nu dermate ernstig is dat de uitkomst van dergelijk onderzoek niet kan worden afgewacht,
roept de regering op om het VN-vluchtelingenverdrag 1951, overeenkomstig artikel 44 van dit verdrag, per 1 januari 2018 op te zeggen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. U heeft nog 2 minuten. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat buitengewoon ontransparant is wie er nu precies Nederland binnenkomen, wie een paspoort krijgen, wie uitgeprocedeerd zijn, wie ook daadwerkelijk worden uitgezet en wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van de immigratie voor de Nederlandse samenleving. Roept de regering op per 1 januari 2018 wekelijks het exacte aantal bij te houden van alle asielaanvragen, alle in behandeling genomen asielverzoeken, alle afgewezen asielverzoeken, alle verleende verblijfsvergunningen, alle afgewezen verblijfsvergunningen, alle gestarte asielprocedures, alle uitgeprocedeerde asielzoekers, alle voltooide uitzettingen, alle naturalisaties, alle asielzoekers verdacht van een misdrijf en of veroordeeld voor een misdrijf en alle statushouders verdacht van een misdrijf en of veroordeeld voor een misdrijf. En om dit alles te specificeren op land van herkomst, leeftijd, geslacht en dit overzicht per week online te publiceren op de website van de IND en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt het deel uit van de raad. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat circa 300 jihadisten met de Nederlandse nationaliteit naar Syrië zijn vertrokken, kennelijk om zich aan te sluiten bij IS of andere jihadistische organisaties, overwegende dat deze mensen geweld aantoonbaar niet schuwen en elk aspect van onze manier van leven afwijzen en bij terugkeer in Nederland een groot risico vormen voor onze nationale veiligheid, roept de regering op al deze jihadisten hun Nederlandse nationaliteit te ontnemen, overeenkomstig artikel 14, vierde lid van de Rijkswet op het Nederlanderschap, en niet één van hen naar Nederland te laten terugkeren en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de raadslaging. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat er grote vooringenomenheid bestaat in de publieke media van de Nederlandse publieke omroep. Constaterende dat de NPO programma's maakt die in vergelijking met nieuwe media op internet en sociale media extreem kostbaar zijn en daarbij ook nog eens steeds minder kijkers trekken. Overwegende dat veel NPO-programma's uitstekend overgenomen kunnen worden door de commerciële omroepen. Overwegende dat de Nederlandse publieke omroep ieder jaar circa 900 miljoen ontvangt. Enerzijds uit de Rijksbijdrage aan het Commissariaat voor de Media en anderzijds uit sterreclameinkomsten. Roept de regering op om vanaf 1 januari 2019 de Rijksbijdragen Media aan het Commissariaat voor de Media ten behoeve van de NPO gedurende een periode van 5 achtereenvolgende jaren jaarlijks met 100 miljoen te verlagen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Meneer Boede, u bent over uw tijd heen. Ik weet niet, u heeft nog 2 moties. Nog 3 moties. Ik zou ze bewaren voor de begrotingsbehandelingen of voor andere debatten. Omdat we na al deze dagen die 1,5 minuut van voorlezen van die moties niet kunnen missen? Ja, u heeft echt van die hele lange moties. En dat is niet... Ja, dan kom je... Het zijn wel hele goede moties. Dan dient u ze op een ander moment weer in. Dank u wel, meneer Boudet. En dit was ook de tweede termijn van de zijde van de Kamer. We gaan hierna een VSO houden over land. Visserijraad van 6 en 7 november. Dan schors ik de vergadering voor enkele ogenblikken en na het VSO overigens zal worden geschorst voor dinerpauze. Dank jullie wel.